Dames en heren, super tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Loran. Het is vandaag maandag 13 mei. En ik ga terug richting huis vandaar dat ik in de auto zit. Ik ben net van bij Nol gekomen. Ik heb mijn... Mijn rugzak mee. Ik heb mijn helm mee van mijn fiets, mijn bidonnes, mijn Oakley-bril. Ik heb mijn fiets mee, mijn pomp mee van mijn fiets en mijn schoenen staan hier. En dames en heren, eigenlijk zou het vandaag grote kuis moeten zijn. Even mijn ruit een beetje openzetten, want ik heb dus bijvoorbeeld mijn fiets moet ik een beetje kuisen, maar dat geregend heeft, is er wat vuil en ik moest sowieso al mijn fiets een keer kuisen. Mijn schoenen moet ik kuisen, want mijn Hoka's die zijn nog altijd vuil van die keer dat ik toen ben gaan lopen. En toen was het, ik denk dat dat 2 weken geleden ondertussen al is, en dat ik toen in Liedekerkebos was. Dat mijn schoenen helemaal vuil waren. Dus dat moet ik kuisen. Ik moet mijn koersschoenen een keer kuisen. Maar ik heb ook nog zoveel werk voor school. Wat dat me eigenlijk veel stress geeft. En ik moet woensdag iets indienen voor school, denk ik. Ik moet nog een andere taak maken tegen morgen. Dus ik heb echt zo druk en zoveel te doen. Dus we gaan nu gewoon richting huis gaan. En even academic weapon worden. Ook de vlog editen. Dus een drukke dag. Dus ik weet niet of ik ga kunnen kuisen. Misschien in mijn... Even een vrij uurtje of zo sport ga ik vandaag niet doen. Misschien dat ik even gewoon straks alles ga kuisen. Want ja, ik moet ook gewoon natuurlijk wel mijn schoolwerk uiteindelijk afmaken. Dat is natuurlijk het belangrijkste. Dus dat gaan we gaan doen vandaag aan mijn bachelorproefwerken. En ik hoop dat jullie er naar uitkijken naar deze vlog. Vergeet even niet te liken, vergeet even niet te abonneren. En dan gaan we er weer een goede productieve dag van maken. Het is ondertussen 11:30. Dus tegen dat ik thuis ben is het 12:00. En dan kan ik mij klaarmaken. Mijn Garmin geeft aan dat ik 72 klaar ben voor dingen. Dat ik best goed geslapen heb. Ik heb hier 9 uur geslapen, een goede kwaliteit. En gisteren een goede training gehad, daar was ik echt zo blij mee. Dat ik eindelijk een keer een brick workout kon doen. Een klein beetje intensiteit af en toe in de training verwerken. Dus dat was echt, dat voelde voor mij gewoon goed aan. Ik ben nog niet 100% genezen. Ik zou zeggen, de afgelopen dagen zat ik op 80-85% zat. En nu ben ik toch wel eerder richting die 85% aan het gaan. Richting het 90% dat ik volledig genezen ben. Ik heb gewoon een klein beetje snot in mijn neus. En af en toe nog een beetje hoesten. Maar het is echt heel weinig. Misschien 5 keer, 6 keer op een dag gewoon. Af en toe als er wat slijmen zijn. Maar voor de rest ben ik eigenlijk volledig in orde. En dan hoop ik dat we de trainingen nu terug rustig aan kunnen opdrijven. Het is 13 mei zoals ik zei. School is echt gewoon, het is nog minder dan een maand school en dan ben ik basically afgestudeerd. Dus nog even te gaan, even knallen en de mooie momenten zullen er wel aankomen. Ik heb chance dat ik dus nog studeer en dat ik gewoon nog een zomervakantie heb, want voor hetzelfde geld heb ik dat niet. Dus als ik zou werken, dan zou ik dat bijvoorbeeld niet hebben. Maar ik hoop jullie naar uitkijken. Vergeet even niet te liken, vergeet even niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan ga ik nu richting huis vertrekken. Ciao, ciao! Dames en heren, jullie horen het misschien al, maar ik heb even de waterkoker aangezet, want ik heb weer zo die instantnoedels, ik vind het echt lekker, dus ik ga daar even van eten. Dan heb ik hier ook nog een beetje stokbrood liggen en ik weet niet of jullie dat weten, maar dat is super lekker om dan een beetje boter op je stokbrood te doen en dan zout daarop. Dat vind ik zo lekker. Op restaurant kun je dat ook doen, dan krijg je daar ook vaak broodjes met boter, maar ik doe daar dan altijd een klein beetje zout op. Dat vind ik echt lekker. Maar dit is zout vanuit IJsland. En ik weet niet of je het kunt zien. Ja, ik bedoel, je kunt het sowieso zien, maar ik weet niet of je de korreltjes echt duidelijk kunt zien. Ja. Kijk, dat is zo zout vanuit IJsland en dat is zwart. Want dat komt daar van die vlakten of zoiets. En een van mijn beste vrienden, Lucas, heb je waarschijnlijk wel al gezien in de vlogs en zo. Die is ooit een keer, ik denk ondertussen wel al een tijdje geleden, 1,5 jaar of misschien al 2 jaar geleden zelfs, met zijn ouders naar IJsland geweest. En die heeft mij toen dat potje gekocht. En ik ben eigenlijk de enige die daarvan neemt. En ik ben daar vrij, hoe moet ik het zeggen, zuinig mee. Je ziet ook, er is echt nog amper iets van gebruikt. Ik heb, dat zat bomvol, maar ik heb gelijk alleen nog maar die onderkant gebruikt. En af en toe heb ik een keer hoesting om dat potje te nemen. En dan denk je eraan, wacht, ik heb dat zout. En dat vind ik wel cool dat het er zo uitziet. Dus vandaar. Ook als je dat pakt, je handen worden daar echt zwart van. Kijk, stel nu dat ik dat zou pakken. Je ziet dat, daar komt echt zo'n zwarte dinges van op je vingers. Dus ik weet niet of je dat echt kunt zien, ja. Dus dat is wel grappig. Ojo, ik dacht al, het is hier zo donker. Maar het is gewoon mijn camera die je zo slecht stond instelt. Dus ik ga even genieten van deze maaltijd. Misschien niet echt een normale combinatie of zo. Maar ik ga even genieten om even lekker middag te eten. En dan verder te werken aan de vlog en aan school. Oké, terwijl de vlog in de render zit, kan ik toch eigenlijk niet zo heel veel doen. Dus even dat ik in de vuilbak ben. Voilà. En ik wou eigenlijk iets maken. Want
Als het warm is, dan vind ik ice coffee super, super lekker. En ik weet niet wat er mensen zijn die al eventjes de vlog kijken, maar ik heb dat ooit al getoond hoe dat ik dat deed. En toen maakte ik dat telkens met de koffie vanuit de Senseo. Dus dat wil zeggen vanuit deze apparaat. Maar ik ga nu eens deze gebruiken, waar ik normaal mijn cappuccino's mee maak. Ik heb het hier klaargezet en dan ga ik hierin één dingetje van zo die koffie doen. En dan ga ik ook daar melk bij doen, een beetje karamel. Want we hebben zo van die siroop denk ik hier staan. Yes, karamel topping. En daar dan nog ijsblokjes bij en dan heb je een super super lekkere ijskoffie. Met die andere koffie was altijd perfect, dus ik ga nu dat eens even testen. En ik hoop dat dat ook wel lekker gaat zijn. Normaal zie je sowieso wel, want wat kan er misgaan met ijskoffie? Oké, dames en heren, een prachtige crema. Een mooi shotje. En deze ga ik dan hierin doen, in dit glaasje. Dus voilà. Omdat ja, dit past natuurlijk niet onder de machine. En dan het volgende. De volgende stap is melk. Dus dan giet je daar wat melk bij. Tot 3/4 ongeveer. Ik heb wel het gevoel dat deze vrij weinig koffie bevat. Dus ik hoop dat het lekker gaat zijn. Het ziet er redelijk licht uit. Dus misschien maak ik... Ik denk dat ik nog een shotje ga maken van koffie. Oké, dus dan heb ik één keer op de dubbele en één keer op de enkele geduwd. En dan hoop ik dat ik genoeg koffie ga hebben. En dan moet ik er gewoon nog een beetje melk bij doen. Of een beetje ijsklontjes bij doen. En deze karamel topping. En dan heb ik een super lekkere ijskoffie. En dames en heren, dit is dan het resultaat. Een lekkere ijskoffie. Hier ga ik even van genieten terwijl ik even hard ga werken voor school. En dan, let's go! Dames en heren, jullie zien het. Het is voor mij al avond. Vandaar dat ik in mijn bed kom. Ik moet even nog mijn bed opdekken, dus dat ga ik niet doen. Maar ik wil even met jullie praten, want ik heb echt een goede werksessie gehad. Ik ben echt trots op mezelf. Het is nu 12:30 s'nachts, dus een beetje later. Maar morgen vroeg ga ik gaan sporten. Eerst en vooral, dat staat sowieso op de planning nog. En ik moet de vlog editen. En dan in de namiddag naar school natuurlijk. En voor de rest gewoon ja, werken voor mijn bachelorproef. Dus het gaat weer een typische dag worden. Maar ik neem jullie wel sowieso mee tijdens sporten, dat ik wel toch gewoon een leuke video heb. Maar dames en heren, misschien dat ik deze week woensdag of zo even die leuke video ga opnemen waarover ik het heb gehad. Dan moet ik... Ah nee, wacht. Deze woensdag ga ik voor normaal gezien een intervaltraining gaan doen in Merelbeke. Dus dat wordt ook leuk. Het gaat wel niet zo goed weer zijn, dus misschien doe ik het hier of misschien doe ik het in Merelbeke. Het hangt er een beetje van af. Ja, wat voor weer het is in de middag. Want ja, als het super hard gaat onweren, regenen en zo op het uur dat ik net naar de looppiste ga, dan is dat natuurlijk jammer. De afgelopen dagen is het super, super mooi weer geweest, maar vandaag ook weer, maar ik ben niet gaan sporten, want ik heb dus gisteren die briktraining gehad en maandag is bijna altijd mijn rustdag. Als ik beter in vorm ben, dan durf ik wel een keer een uurtje fietsen of een half uurtje lopen of rustig gaan zwemmen of zo. Eigenlijk deed ik vooral zwemmen op maandag, maar ik dacht vandaag even focussen op school, dat is belangrijk, want ik was nog bij nul en dus ik was naar huis gekomen, dus dan dacht ik, oké, even focussen op school, even daarop op focussen. En dat heb ik ook gedaan en het is super gelukt. Ik heb een heel productieve avond gehad. Ik heb basically heel mijn backend een soort van idee gehad wat ik allemaal moet implementeren, wat er allemaal nodig is. Ik heb heel goede research gedaan. Mijn backend is opgesteld, dus dat is op zich geen probleem. Maar ik heb een bibliotheek gevonden voor authenticatie binnen Elijzia, binnen het framework dat ik wil gebruiken. Ik heb gevonden hoe je dat course kunt doen, hoe je documentatie moet doen. Ik heb gevonden hoe je het beste het project indeelt, hoe je het doet qua routes. Dus ik heb dat heel, heel, heel goed nakeken. Mijn databanken en zo, hoe dat ik dat ga doen, hoe dat ik die schema's ga opstellen. Alles heb ik nakeken voor mijn backend. Dus die staat eigenlijk zo goed als klaar. Dus in theorie, ja, ik zeg wel in theorie, want sowieso als je aan het ontwikkelen bent, gaat er al iets zijn. Maar ik heb ook gevonden hoe je het kunt doen met dus die sessions. Nu ga ik wel heel diep in dingen, maar alleszins authenticatie. Dus voor de mensen die er niets van snappen van programmeren, hoe dat je moet inloggen en registreren. Dus hoe dat je dat moet doen, dat heb ik allemaal uitgezocht. En het ziet er wel logisch uit. Ik heb ook een voorbeeld van iemand die een template heeft gemaakt van Elijzia, maar dan echt als full stack, dus samen met Next. Maar ja, ik ga gewoon een API maken en geen full stack applicatie met Elijzia. Dus er zijn daar heel wat dingen die ik niet aan nodig heb. En het is ook echt heel over-engineered voor hetgeen wat ik ga gebruiken. Maar dat is echt oprecht een goed startpunt, dat ik een beetje een idee heb hoe dat moet. Ook, die gebruikt ook Lucia en die gebruikt Prisma, wel mijn andere database, met Postgres. SQL, maar ja, ik met SQLite gewoon omdat dat een heel lightweight applicatie is en
ja, dat is meer als genoeg daarvoor. Dus dat ga ik gebruiken. Dus daar heb ik alles van. Ik heb enkele pagina's ook geschreven voor de .NET API. Ja, ik heb mijn dingen wel al voorgesteld, maar ik had nog niet echt de tekst geschreven van mijn van de .NET API. Dus dat heb ik nu ook gedaan. Die is ook af. En dan ben ik begonnen met een software architectuurschema af te maken. Ik was daar al aan begonnen, ik heb het ook al gezegd in een andere vlog, dus dat software architectuurschema is ook af. Zo goed als af, denk ik. Ik ga het nog een keer laten nakijken door iemand. Ah ja, ik heb mijn methode opgeschreven van hoe dat ik het designproces ga aanpakken. Dus letterlijk alle stappen. Ik heb ook goed onderzocht hoe dat ik het ga aanpakken. Ik heb bronnen nagekeken in verband met het stappenplan, hoe dat je een app eigenlijk ontwikkelt, verschillende bronnen naast elkaar legt en daar een mooi schema van gemaakt. Ik had al mijn hoofdstukjes, zeg maar. Maar nu heb ik echt gezegd van oké, in dat hoofdstuk verwacht ik dat. Of niet per se dat hoofdstuk, maar in die subhoofdstukjes. En uiteindelijk wil ik aan dit product komen, ook afgebakend met tijd, omdat ja, ik heb geen maanden om die applicatie te ontwikkelen. Dus ik geef mezelf letterlijk een week om een wireframe te maken, dat genoeg te testen, een design te maken. En ik geef mezelf twee iteraties, zeg maar, om een wireframe aan te... Dus ik maak mijn wireframe, ik pas het één keer aan, dan kijk ik of dat in orde is en dan schrijf ik gewoon mijn conclusies. Is er iets wat ik zou kunnen aanpassen? Kan ik dat doortrekken naar design? En dan ga ik gewoon designen en dan laat ik dat ook weer één keer aanpassen en dan heb ik mijn design. Niet te veel op focussen, want het moet gebruiksvriendelijk zijn. Dat is een van de hoofddelen. Maar het is nu ook niet zo'n uitgebreide applicatie dat dat enorm ingewikkeld gaat zijn. Ik ga goed mijn research doen naar andere tools die er momenteel al zijn. Dus dat heb ik er ook bij gezet. Ik heb ook al wat marktonderzoek gedaan. Dat is ook iets wat ik heb gedaan deze avond. Ja, veel opgezocht. En dan, ik denk dat ik morgen mijn wireframe volledig ga afmaken. Ik denk dat ik dat ook een keer ga doorsturen naar de mensen van Ilvo dan, dat dat ook gecheckt kan worden. En dan... als dat gecheckt is, dan ik denk niet dat ik mijn wireframes echt ga testen in person, zeg maar. Misschien een keer bij mensen hier bij mij thuis of zo. Maar ja, het is te zot voor puur voor een wireframe om dat even 10 minuten te gaan laten testen. Dan kan ik even gewoon een berichtje sturen naar de mensen daar. Dat ze dat dan een keer testen en dat ze mijn feedback daarop geven wat ze willen aanpassen. En dan... het design natuurlijk, dat ga ik wel daar gaan testen, omdat dat echt belangrijk is dat je ziet hoe dat dan gebeurt op het veld zelf. Dus dat is al sowieso iets goed. En dan wil ik gewoon mijn design sowieso af hebben binnen dit en een paar dagen eigenlijk. Dus daar mag niet te veel tijd meer over gaan, want waar ik ziek ben geweest zit ik eigenlijk al best wel wat achter. Dus ik ben nu al het inhalen en dat is goed. En dan kan ik ondertussen, als ik mijn design heb, kan ik ook al mijn... API schrijven en dan gaat dat ook in orde komen. Dus dat is top. Het enige waar ik een beetje stress voor heb is de frontend, want dat heb ik nog niet helemaal uitgewist. Ik heb wel al een idee hoe dat ik het wil doen, maar ik denk dat het feit dat dat een PWA is en met de caching en zo, gaat dat echt wel een uitdaging worden. Dus hoe dat ik dat ga doen, chance dat ik daar het meeste tijd voor heb gerekend om dat te laten werken, want ik denk dat offline het offline gedeelte van mijn app is wel heel belangrijk, omdat ja, als je boeren hebt in Wallonië, die hebben niet altijd internet. En ja, mijn stage was op een onderzoek voor landbouwers en dus die weten wel dat dat zo is. Dus die zullen wel gelijk hebben, dus dat is wel echt iets heel belangrijk. Dus daar ga ik wel echt op focussen, zodat dat offline zeker werkt. En daarom heb ik daarvoor de meeste tijd uitgerekend, zeg maar. Als er één route in de API of zo niet werkt, dan maakt niet uit zolang dat een gebruiker maar kan aanmelden, dus registreren, inloggen en zijn tijd wat kan doorgeven, dan is dat al goed. En dan elke uitbreiding daarna is goed. Want het moet uiteindelijk een MVP zijn. Als het niet helemaal afgewerkt is, dan is het geen probleem. Maar ik wil toch wel een soort van iets van afgewerkt product leveren. En uiteindelijk moet dat wel lukken, denk ik. Dus ik heb echt het hele proces in mijn bachelorproef van begin van designen, marktonderzoek doen, naar uiteindelijk een full-stack applicatie die offline moet werken. Dus ik denk dat dat wel een mooie bachelorproef is. En mijn bachelorproef is uiteindelijk maar 6 studiepunten, dus op zich valt dat wel goed mee. En ik vond het wel grappig, want mijn keuze is nu op Elijah gevallen en dat is TypeScript. En iemand zei zo van mijn klas, ja, want ik vroeg zo, hoe leg ik in mijn bachelorproef? Want eigenlijk mocht je in een bachelorproef niet echt schrijven of in een eindwerk. Ik?
mocht het woord ik niet gebruiken in een bachelorproef. Of dat hebben ze mij altijd gezegd. Dus ik was zo aan het zoeken naar een andere manier om zo wat te vertellen dat ik als onderzoeker, als schrijver, geen C-sharp backend wou, omdat ik daar geen ervaring mee had. Dus ik vroeg dat aan mijn vrienden van de klas. En zij zeiden, of één iemand zei, ja, ik denk niet, waarschijnlijk Michiel, want Michiel kijkt de vlogs. Dus ja, Michiel, dikke shout-out naar u. Die zei van, ja, maar omdat jij dat niet wilt, dat zullen ze geen goede reden vinden voor uw dinges. Allee, omdat jij het gemakkelijk wilt maken, dat zullen ze geen goede reden vinden voor je bachelorproef. Maar dan dacht ik van, oké, dat is een goed punt. Ze kunnen inderdaad wel zeggen, ja, je wilt het gewoon gemakkelijk maken voor je bachelorproef. Dus je gebruikt maar TypeScript omdat je dat kent. Maar ten eerste, Elijah is lightweight, dus dat is supergoed voor wat ik wil gebruiken. Dat is ook de hele reden waarom ik dat wil testen. Twee, het is super nieuw. Het is echt letterlijk in april nog maar stabiel. Dus in maart is Elijah nog maar stabiel voor productie. En in april is Bun, dus de runtime waarin ik programmeer, nog maar stabiel voor Windows. Dus dat is echt super, super nieuw. Cutting edge technology. Ja, ja. Ik denk dat dat iets heel interessant kan zijn voor een bachelorproef, hoe dat daarin werkt met zo'n framework. Ik denk dat nog niemand een eindwerk heeft gemaakt over Bun. Over een frame, met een framework van Bun. En de mensen op mijn werk, of mijn stage dinges, mijn stage mentor, die zei ook van, ja, ik ben er ook wel voor om nieuwe dingen te testen voor een bachelorproef, omdat uiteindelijk het is een onderzoek en het is leuk dat je daar dan een keer onderzoek naar doet. Dus dat vind ik ook heel leuk. En ik wil al super lang met Bun werken, dus dat is al iets nieuws. Dus dat is super leuk dat ik dat kan doen. Het is lightweight, werkt super snel. Een mooi framework. En leuk om in te programmeren, heel goede developer experience met TypeScript. Dus qua type safety zit dat ook al super, super strak en goed. En dus die C-Sharp API is gewoon echt overkill voor wat het is. En ik heb er ook geen ervaring mee, dus die leercurve met C-Sharp dan. Hè. Dus die leercurve is ook gewoon een pak groter dan een TypeScript API of dus in Elijah een API opstellen. Omdat TypeScript ken ik wel en ik weet wel hoe ik die dingen moet structureren en zo. Maar ja, C-Sharp helemaal niet. En daar zijn zoveel features aan dat ik gewoon... Ja, dat zou gewoon te lastig zijn. Dus de focus ligt ook niet op backend. Hè. De focus ligt ook op... De focus is letterlijk... De titel is optimalisatie van tijdsregistratie voor melkveehouders. Dus het moet gewoon een totale applicatie zijn. En of dat de backend nu in C-Sharp geschreven is of in Elijah, op zich maakt dat niet zo heel veel uit, zolang dat maar een gebruiksvriendelijke applicatie is. En dan is het leuk om daar een lightweight backend aan te koppelen, dat ook een keer iets anders is dan C-Sharp, dat ze al gewoon zijn. Dus om hun ook een keer aan iets nieuws te tonen. Dus dat zijn zo wat redenen dat ik in mijn hoofd heb en dat ik denk, oké, dat kan ik wel uitleggen. Dus het enige waar ik soms stress voor heb, is dat ik dingen in mijn bachelorproef zeg waar ik niet alles van weet. Snap je? Tuurlijk, ze gaan over veel dingen doorvragen, maar soms heb ik het gevoel dat ik zowel iets weet over iets, dus waarom dat ik iets wil. Dus dat kan ik dan wel uitleggen, maar ik heb het gevoel dat ze daarover dieper zouden invragen van, ja, hoe werkt dat dan under the hood? Ja, no idea. Bijvoorbeeld die Lucia Out. Ik weet dat werkt met tokens. En als ze nu mijn vlog kijken en ze gaan dan deze vragen gebruiken, fuck jullie, jury. Nee, is niet waar. Maar niet deze vraag gebruiken alsjeblieft. Maar bijvoorbeeld, ze vragen iets of ik gebruik een term en dan vragen ze daarop door. En wat is die term? En dan ken het. En om duur komt er op een term waar je eigenlijk niet zo goed weet wat dat is. Je weet wel oppervlakkig wat dat inhoudt, maar ik heb daar niet echt zo'n definitie van ofzo. Daar heb ik wel schrik voor dat ze zo'n dingen gaan vragen, maar uiteindelijk gaan ze u daarvoor niet buizen, denk ik. Alhoewel, uw presentatie staat op 50%. Maar ja, als je daar de helft op haalt, 25%, dat moet wel lukken. Als je dat gewoon, allez, als je weet wat je hebt gemaakt, dan denk ik dat dat wel moet lukken. En vandaar dat ik ook veel dingen aan het opzoeken ben, veel dingen aan het lezen ben, zodat ik ook altijd wel een reden van ergens kan halen, van waarom ik dat gebruik of waarom ik zo... iets zo heb gedaan. Dus ja, het is gewoon veel opzoekwerk en gewoon veel informatie proberen vergaren. En ik wil ook geen dingen schrijven waarin dat ik dan spijt, allee, waarin dat ik niet 100% van weet wat ik schrijf, snap je? Dus ik probeer soms zo wat woorden te vermijden dat ze zo mij daarop niet kunnen pakken. Ja, dat is het leven van een bachelorproefstudent, denk ik. Dus ja, gewoon goed gewerkt en merci om naar mijn rant te luisteren over mijn bachelorproef.
Dit was een beetje extra informatie en ook een update naar jullie toe. Ik heb ook gezegd dat ik sowieso nog eens wat livestreamen en programmeren, maar dat denk ik dat ik in juni ga doen of zo, dat ik die overlays ga maken, zodat ik in de zomervakantie wat meer mijn GoPro op mijn fiets kan meenemen en die overlay kan maken van het fietsen. Dat lijkt me ook nog een leuke side project. Dan heb ik daar ook veel content van livestreamen en dan uiteindelijk dat ik dat kan gebruiken in mijn video's. Dus dat lijkt me ook nog een leuk projectje dat ik wel een keer wil aanvatten in de zomervakantie. En dan natuurlijk ja, nog andere dingen. Fietskuisen is vandaag niet gelukt, maar dat zal er voor een andere keer zijn. Ik ga hierbij de vlog afsluiten, want ik ben hier nu veel te lang aan het lullen en ik moet morgen vroeg opstaan om dus te gaan lopen. Morgen een looptraining. Ik ga eindelijk mijn schema terug kunnen volgen. Dus dat wordt top. En hopelijk word ik niet ziek natuurlijk. Maar eerst mijn bed klaarmaken. Ik hoop jullie... Oh ja, trouwens, dat wil ik nog vragen. Voor de mensen die tot hier hebben gekeken, jullie zijn legends. Wat zouden jullie ervan vinden als ik misschien ooit een keer een parkrun zou organiseren? Voor de mensen die dat niet kennen, dat is zo 5 kilometer een toertje. En dan, maar mensen kunnen dat wandelen, mensen kunnen dat lopen. Een soort van elke zaterdag bijvoorbeeld in Gent ergens. Dat lijkt me wel leuk. Maar goed, ik hoop dat jullie genoten hebben van de vlog. Ik ben er morgen weer bij een gloednieuwe vlog om 6 uur. Merci om te kijken. En zoals ik altijd zeg, ciao. Kus.